Vandaag gaan we het hebben over de gravelbike die we verhuren bij Velo Actief. Hele mooie fiets, mooie wielremstuurtje erop, goede remmen en een schakelmechanisme van Schram. 11 versnellingen. Het schakelen doe je niet met de remhendels, maar alleen maar met het rechte hendeltje onder de remhendel. Als je een klein beetje indrukt, schakel je zwaarder, druk je hem heel ver in, schakel je dichter. Zadel hoog en lager zetten gaat ook heel makkelijk. Je zit in een klemmetje, kun je hoog en lager zetten. Als je dat gedaan hebt, kun je dichtklemmen. Zorg er altijd voor dat je nooit aan het hendeltje draait, maar altijd aan deze kant als je hem strak wil hebben. En klem hem daarna dicht. Dus als je het voordat je hem naar de klant meegeeft, kijk dan eventjes of het stuur nog vast staat. Zitten de wielen vast? Werken de remmetjes? Zit het achterwiel nog vast? Zit er een slag in? Nee, is wel mooi rond. Het is eigenlijk een algehele M-check net als bij de motorbikes. Ik laat het niet helemaal zien, want je kunt het andere filmpje kijken van de M-check bij de motorbikes. Eigenlijk precies hetzelfde. Op onze gravelbike zitten ook SPD-pedalen. Hetzelfde als op de motorbike. Dus je kunt aan de ene kant makkelijk inklikken en aan de andere kant is gewoon een platform. Gravelbike van KTM. Super. Nou, we gaan hem zo meegeven met de klant.